grote vraag van deze Ribe de Bie: waar komt dat getik vandaan? Tof dat je weer kijkt naar een nieuwe Ribe de Bie. Het is half september en ik ben op weg naar mijn laatste wedstrijd. De afgelopen twee weken heb ik vakantie gehad. Prachtige rondreis door Italië. En ik heb eigenlijk heel weinig gedaan, expres. Mijn lichaam had rust nodig. Ik heb wel dingen gedaan die slecht zijn voor het fietsen. Veel lopen. En lekker eten. Ja, en dit is gewoon even nog één keertje een wedstrijd zonder verwachtingen. Ja, gaan we gewoon even kijken. En dan kunnen we hopelijk nog een klein beetje van genieten. Op weg naar Jacob, mijn trainer, want wat wel leuk is, hij rijdt op precies dezelfde tijd als dat ik dat doe. Bij Jacob Wijnstra, en dat was even zoeken, bespreken we al een beetje hoe we de komende maanden het trainen gaan aanpakken. En daarna rij ik door naar de Permanals voor een rugnummer. Ja, en mijn teammaat. Want Pascal van Strien probeert het weer eens na 2 jaar afwezigheid. Leuk om eindelijk weer eens een maatje te hebben in de koers. En dan starten we met ruim 40 renners over een voor mij bekend rondje. Hier werd in april het TMZ-kampioenschap verreden. Mijn eerste wedstrijd van dit seizoen en wat nu ook blijkt, mijn beste wedstrijd van het seizoen. Ik werd in die waaierkoers werd ik 5e. Het rondje is 4 kilometer lang en ja, erg snel. Heel weinig bochten, 4 in totaal. Ja, en je ziet het na de start direct wind mee, dus het gas erop. Dit is de eerste bocht en dan gaan we direct naar een belangrijk stuk in het parcours. Want hier komt een versmalling aan. Dan kan je met pionnen, dan kan je met 1-2 man naast elkaar er doorheen. En dan gaan we richting een bocht en daarna komt de wind van de linkerkant. Het waait niet zo hard als toen in april, maar wie weet. Misschien kan het hier toch wel op de kant gaan. Hier staan nog eerst wat bossen, er wordt aangezet. In het wiel van Jan de Munk. En dan is het kijken bij het open stuk. Bossen gaan weg. Hier komt de wind van links. Ja, het valt al stil. Iedereen heeft eigenlijk wel door dat het geen waaierkoers gaat worden vandaag. Jammer, helaas. Dan moet er maar op een andere manier worden weggereden. Halverwege de eerste ronde merk je al dat het tempo hoog is. Ja, wegrijden wordt dan erg lastig. Ik zag op mijn teller al dat we zelfs tegen de wind in boven de 45 aan het rijden waren. Het ging hard. Ja, eigenlijk nog wel gegroepeerd. Dat is dus niet te zien aan de groep. En dan slaan we hier weer linksaf. Ja, richting de finish. Dat duurt nog wel 1,5-2 kilometer. En dan gaat het echt weer volle bak vooruit. Niemand heeft echt moeite om bij te blijven. Mensen die nog op kunnen schuiven naar de eerste 10, 15 renners. Ja, daar blijf ik ook zo ongeveer zitten. Later nog wel eens proberen om naar voren te gaan. Ik voel me eigenlijk goed. Ik heb weinig last van. Ik denk, ja, zo kijken via de linkerkant kan ik makkelijk opschuiven. Dat gaat goed. Het ging hard vandaag. De eerste ronde in 42,5 gemiddeld. En uiteindelijk kwamen wij op 43 gemiddeld kwamen wij uit. Ja, heel weinig wind. En waar dat stond, stond het ontzettend gunstig. Ja, het was echt een racewedstrijd. De snelste van het seizoen. Vorige keer was het hier waaierrijden kwamen we. Tegen de 39 kwamen we aan. Nu niet. Nu was het echt een volle bak vooruit. Hier de eerste finishpassage. Ja, en het loopt lekker tot nu toe. Ik
kan goed aanschuiven. Kijk, renner valt weg. Rijdt weg. Dus ik kan weer goed aansluiten. Vorige keer in Kalfeng had ik veel meer problemen. En nu let ik bij de eerste finishpassage op mijn hartslag. Die was goed. 5 of 10 slagen lager dan vorige keer. Maar dan, let ineens op het geluid wat er nu gebeurt. Tik, 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 tik. Het voelt of er iets mis is met een spaak. Ik kijk en ik zie dat mijn wiel eigenlijk gewoon normaal loopt. Ook hier door de bochten. Is het dan mijn derailleur? Zie je iets aan mijn fiets? Ik roep naar degene achter me of hij iets ziet, maar niks hoor. Ja, wat is het dan? Mijn wielen staan nog vol lucht. Wat is het probleem? Ook hij ziet niks, maar het getik blijft. Ja, ik laat me maar een beetje afzakken, maar hoop stiekem dat het getik gewoon tijdelijk is en dat het overgaat. Een ander wiel is hier niet mogelijk, dus we blijven maar rijden. Dan merk ik in mijn achterwiel lek. Ik rij al meteen op mijn tube en het is klaar. Ik kan niet verder. Ook dat nog. Nou, gaan we nog maar wat aanmoedigingen doen. Ik baal natuurlijk verschrikkelijk. Ik had gehoopt dat ik erachter zou komen of een week rust had geholpen. Maar ja, na anderhalve ronde sta ik langs de kant met pech. Dan kom ik mountainbiker Dick van den Berg tegen en die ziet meteen wat er mis is. Ja, perfect. Dat is weer echt... Ja, man. In de stak. Dan uit dan wel pijn, hoor. Zoiets, hé. Dat kun je nooit meer van. En dan erin rij dan ook gewoon. Ja. Dat is echt, echt bizar. Ja. We blijven dan nog maar even kijken naar de andere categorieën. In de SP's waar teamgenootje Pascal prima bij het peloton blijft. En ergens rond de 20ste plek eindigt. Trainer Jacob wordt uiteindelijk 40ste. Nee. Ach ja, we zullen maar zeggen, het was niet onze geluksdag. Gelukkig zien we nog een leuke prijsuitreiking en een top wedstrijdje banden wisselen. Dit was weer een aflevering van Riebe de Bie. En je weet het, hè? Duimpjes omhoog als je dit leuk vindt en subscriben als je nog geen lid bent. En natuurlijk, je mag deze video delen op YouTube, Twitter of Facebook. Het maakt mij niet uit. Ik zeg tot volgende week. Tot de volgende Riebe de Bie.